Nou, er was mij gevraagd om mijn drie favoriete scores, soundtracks te noemen. Dat vind ik eigenlijk gewoon ondoenbaar, want er is zo ontzettend veel goeds. Dus ik hou het maar bij drie filmsoundtracks die te maken hebben met het filmprogramma wat er nu aankomt, wat ik presenteer. En de eerste is Henry Mancini. Dat is een componist die een beetje uit de jazzhoek komt. En dat was ook een van de eerste die jazz gebruikte in filmscores. Dit is zijn eerste soundtrack die hij überhaupt gemaakt heeft, bij Touch of Evil. Dat is een van de laatste film noirs, volgens sommigen zelfs de laatste film noir. Die zit ook in de uitzending van 2 november. En in dat is gewoon een van de eerste keren dat er jazz en rock en dat soort muziek gebruikt werd in een film. De tweede soundtrack die ik heb uitgekozen is, hoe kan het anders, Sierra Una Volta in West, oftewel Once Upon a Time in the West. En dan gaan we naar het thema van Jill luisteren, dat is het karakter van Claudia Cardinale. En dat is wel heel emotioneel. Dat is als je de film gezien hebt, dan kan dat niet anders dan je beroeren. En dan bijvoorbeeld denken aan het moment dat zij aankomt en dat haar man niet aanwezig is op het station. En dan loopt ze het station in en dan komt deze prachtige muziek. En op nummer 1, hoe kan het ook anders, Ray Haydock and the Boppers, theme from Redfink Abubu. Dat is een soort surfende muziek en dat is de introductie van het filmprogramma Kijk van Koolhoven, wat dus vanaf 5 oktober om 21:20 op de televisie is.